Volgende week vrijdagavond, ook weer om 22:45 op Nederland 2, het tweede deel van deze portretten. Wie naar aanleiding van deze uitzending behoefte heeft om te reageren, kan tot ongeveer 2:00 vannacht bellen met het volgende telefoonnummer 020-7306-29. En dan vragen we nu graag uw aandacht voor een bericht van de Wilde Ganzen. Mensen in Chili zijn het slachtoffer geworden van een falend beleid. Voor deze mensen is er te weinig eten, chronisch geldgebrek door te lage lonen of werkeloosheid. Kinderarbeid, alcoholisme en ondervoeding worden steeds algemener. Gelukkig hebben allerlei groepjes desondanks de moed niet verloren. Soms met de moed der wanhoop beginnen ze met elkaar een kleine werkplaats, een tortillamakerij of bouwen ze samen een oven. Een groep teruggekeerde ballingen helpt verschillende van deze groepen. Sommige van hen adviseren over het drogen van groente en fruit. Anderen helpen de mensen bij het bouwen van huizen. Om hun activiteiten verder te kunnen uitbreiden en verbeteren, missen deze jonge mensen nog een paar noodzakelijke dingen. Een aantal werkbanken, wat timmergereedschap, een lasapparaat. Al deze zaken zijn in Chili te koop. Het enige wat hen ontbreekt, is het geld. Dat willen wij proberen bijeen te brengen. U kunt daarbij helpen en uw bijdrage voor deze mensen in Chili storten op Giro 40.000 van de Wilde Ganzen in Hilversum. De vorige week ontvingen de Wilde Ganzen een bedrag van 53.561 gulden en 35 cent. Alle gevers, hartelijk dank. Einde van onze uitzending. De Icon is er weer aanstaande dinsdag samen met KRO-RKK om 7:55 op Nederland 1 met de wekelijkse Bijbelvertelling Het Verhaal. En de Icon is er ook natuurlijk donderdag om 7:12 op Nederland 2 met Snuiters en daarna Kenmerk. Nu volgt nog het nieuws voor doven en slechthorenden. Daarna sluit deze zender. Goedenavond.